Oh, geen te beste bal van Walsh. Brons moest echt wel wachten op die bal. Minnaert voor Arneus. Brons, nou, zeer opzichtig wat ze probeerde. Minnaert handig tot bij De La Cao. Maar zij is de bal kwijt. En dan gaat het meteen centraal. Goeie kans voor White. Redding van Evraert. Ja, de kansen worden groter. We spelen dik 10 minuten. Deze redding van Evraert was meer dan nodig. Williamson. Hemp. Ah, mooi voorbij Wijnands. Hemp in de grote baklijn kan nu met links gaan uithalen. Korte hoek. Ik denk dat die bal was naast gegaan. Maar Evraert redt voor de zekerheid. De stormloop van Engeland lijkt heel even te zijn gaan liggen. Balbezit is nog wel voor de Engelsen. Maar het is niet meer zoals in dat openingskwartier aanval na aanval. Maar hier wel ruimte tussen de linies. Goeie actie. Opletten voor het schot van Mieter. Gaat naast. Dat was Stanway. Sorry Kees, daarin is het stevig duel met Wibben Mooi. De bal komt bij Bright aan de eerste paal, probeert te verlengen. Daar is de kans voor White. In de handen van Evraert. Een beetje meeval voor de Red Flames. White te overhaast, raakt ze de bal niet vol. Dan kunnen de Red Flames opgelucht ademhalen. Lauren Hemp dreigend alweer in de grote paklijn. Drie speelsters in de weg. Minnaert volstaat voorlopig. De voorzet van Brons op zoek naar White. Weggekopt door Kees. Dan de poging. Hele mooie actie van Miet. Maar ze krijgt vooral de bal nog niet gekadreerd. Willaert kan nog eens tot bij Minnaert. Dan Wijnaerts aan de tweede paal. De Kenny centraal. Willaert haakt af. De voorzet van Minnaert. Daar is De La Cao. Ah, De La Cao met de kans. Brons. Miet op de flank. Gaat er naartoe. White kiest positie. Miet komt naar binnen. Miet met de trap. De redding van Evraert. White mist de rebound. Maar prima inspelpas van Brons. Mooi gelaten door Hemp. En dan willen ze het te mooi doen. Ze willen het te mooi doen. Williamson zocht ook nog White. Maar België buigt, maar barst voorlopig niet. Brons. Kelly. Veeltjes komt net te laten. Voorzet van Kelly is goed. En dan de lozen op de goede plek. Stanway pikt de bal op. Kan ook een keertje pasen. Achteruit. Daar is een poging. Recht op Evraert. Klim vast. Kelly. Op de achterlijn. De lozen gefocust. Kelly binnendoor. Dan de ongoal van Tisiak. Als ze het zelf niet doen, dan helpt België een handje. Brons krijgt weer een zee van tijd. En Kelly neemt de loze mee op wandel. Het is Jack kijkt. Waar staat Kirby? Ja, in de rug. Probeert die voorzitter tussenuit te halen en dan met de knie binnen. Brute pech. En zo 0-1 voor Engeland. Hier komt die hoekschop van Kelly. Deze keer moet Engeland verlengen. De kopbal van Brons. En dan Minnaert in de weg. Missie Po in de weg. De poging en de goal. En op die manier is het toch raak. Hier komt die hoekschop van Kelly. Engeland goed naar de eerste paal gekomen. En dan krijgen de Red Flames die bal niet weg. En dan vol op de volley. Komt de bal bij Rachel Daly. En de speelster uit de Amerikaanse competitie maakt er 2-0 van. Ja, goede actie dit van Dont. Sterker dan Greenwood. Daly voor Arneus. De bal tot bij Willaert. Oeh, dit was een grote kans. Had tijd om die nog even te controleren. Nog een kwartier. Hier komt de indraaiende bal van Greenwood. Missie Paul onder de bal door van de lijn gekeerd door Tisiak. En dan gaat hij er wel in. Via de lat en de goal van Williamson. Goeie bal hoor van Greenwood. En dan Missie Paul onder de bal door. Paris met de kopbal. En dan Tisiak keert van de lijn, maar dan komt hij voor de voeten van Leo Williamson via de lat. En Evraert gaat hij binnen 3-0. En dan is de tijd verstreken en maakt Persson een einde aan deze wedstrijd. Engeland wint overtuigend met 3-0 van de Red Flames.